Joehoe! En welkom bij de allereerste aflevering van Kaffeekluts. Ik heb vandaag mijn allereerste gast op bezoek. En dat is niemand minder dan onze gouden Olympische Nina de Roo! Welkom! Hey, ik ben blij van hier te zijn. Ja? Ja. Oké, ik ook. Ik ben eigenlijk heel nerveus. Maar dat komt helemaal goed. Het is al de allereerste keer en... Zo heb je mij nog niet vaak gezien, nee, hè? Nee, inderdaad. Ik ben er best wel van, hoe kan je dat niet stress? Ja, ik ben echt zo... Ik wil gewoon dat dat goed is. Maar dat gaat goed zijn. Oké, we gaan er gewoon aan beginnen. Ik heb, voor te beginnen, 5 vragen voor u. 5 snelle vragen. Dan gaan we snelle antwoorden. Snelle antwoorden. Je gaat ze allemaal weten. De antwoorden zitten hopelijk al klaar. Oké, dus we beginnen met geboortedatum. 26 maart 2000. Dan word je 22. Klopt, makkelijk te rekenen. Hè? Ja, 2000 kindjes. Voilà. Let's go. Hey. gekend van? Gymnastiek. Vanuit de sport. Jij doet tumbling? Nee, dat is niet waar. Van, artistieke gymnastiek. Artistieke gymnastiek, ja. Waaronder we mogen verstaan. De meesten gaan dat weten. Ja, de 4 hoofdtoestellen, dus brug, balk, rond, sprong. En waarschijnlijk kennen de meeste mensen mij dan van specifiek brug, want dat is mijn specialiteit. Jij hebt iets speciaal op de Olympische Spelen. Ja. Aan de brug, met ongelijke letters. Heb jij jouw eigen oefening? Ja, ik heb zelfs 2 eigen elementen. 2? Ja. Wel, je hebt de derwaal. En de derwaal 2. No way, dat heet echt de derwaal 2. Dat heet echt de derwaal 2. Nee. En wat is de derwaal 2 dan? Ja, voor de mensen die mijn oefening een beetje kennen, is eigenlijk mijn eerste element van mijn oefening, maar mijn halve draai. Oké, ik kan mij daar momenteel even... Ja. Ik heb het 100.000 keer gezien, maar laat het me straks even zien. Oké, dat was vraag 2. Dan vraag 3. Katten of honden? Honden, 100%. Oei, zo geen kattenliefhebber? Nee, echt niet. En wat vind je daar niet leuk aan? Ik vind dat zo'n valse beesten. Dat kun je echt niet zeggen. Ik kan daar niks aan doen. Honden zijn altijd zo blij om je te zien en enthousiast. Katten toch ook? Nee, een kat als je binnenkomt, dan gaat hij je zo aankijken en zeggen, ah, je bent hier nog eens. Ja, een kat is een dominant dier. Ah, wel. En ik ben nog dominanter, dus dat werkt niet met ons twee. Ja, oei. Oké, dat is de reden dat jij mijn kat niet zo heel leuk vindt. Maar mijn kat vindt u wel leuk. Katten vinden mij leuk, dat is het probleem. Maar ik denk dat dat ook is van, als er kleine kindjes bij een kat komen, dan zijn die zo, of bij een hond, zijn ook zo, ah, koetje, koetje, koetje. En honden zijn daar meestal zo op getraind van, oké, ik moet lief zijn, maar een kat is vaak zo van... Ja. En ik denk misschien omdat jij net zo bent van, naar die dat kat die toe. Dat die kat naar mij komt van, oh, jij bent rustig. Ja, en dan zo van, ik ga bij jullie liggen, want jij raakt mij niet aan. Ja. En ik raak u niet aan. Misschien is dat wel de vibe. Ja, dat snap ik eigenlijk dan ook wel. Dus geef mij maar een hond. Dus een hond. Ja. Heb je een hond? Momenteel, ik zelf heb geen hond, maar mijn mama heeft wel een hondje. Welk ras? Ze hebben een klein toypoedeltje. Oh, zo groot. Cute. Ja, dat wordt ook niet groot, hè? Nee, zo'n zwarte krullenbol. Dat is echt, oh my God. Echt een lievertje. En een meisje of een jongen? Een meisje, Ella. Ellatje. Ellatje. Oh, het is er niet bij vandaag. Nee, ik krijg haar nooit mee van mama. Ik heb echt al te zagen van, kom, zullen wij wel eens een weekje op haar letten? Maar ik heb ze nooit mee. Die mama zo. Nee. Maar dat is gewoon... Ella is nu momenteel echt mijn vervanging thuis. Ah ja, want je bent natuurlijk niet altijd. Ik ben nooit thuis. Zij heeft zoiets van, ik heb geen dochter meer die thuis is, dus nu is Ella mijn baby. Dus dan wordt Ella ook jaart voor het goed. Ella wordt meer verwend dan ik ooit verwend ben geweest. Want dat is toch eigenlijk stiekem altijd wel een beetje, ja, als je zo een huisdier hebt. Maar we hebben ervoor hadden we altijd grote honden. En die zijn nooit zo vertroeteld geweest als Ella. Nee? Nee, mama is meestal redelijk strikt op de honden. Ja. Maar Ella is ook braaf, je kunt daar ook vaak niet echt iets mee. Ja, tuurlijk. Als zij zo dingen pakt, dan gaat iemand zeggen, Ella, wat heb je nu weer gestolen? En dan zo, terwijl dat bij de andere honden zo zijn van, kom, terug nemen. Ja, los! Dus, ja. Dus liever honden dan? Liever honden, zoiets. Oké. Okay. Ik weet het antwoord op de volgende vraag en het is geen een van de twee. Frietjes of pizza? Ik denk dat ik weet wat je gaat zeggen. Sushi. Ja! Ik zei dat al vooraan tegen mijn vriend. Ik zeg, ik ga die vraag stellen omdat ik weet dat ze sushi gaat zeggen. Ja, je bent een sushi liefhebber. Ik ben echt een enorme sushi liefhebber. En dat is eigenlijk niet zo heel lang. Ik denk dat ik pas de eerste keer sushi heb gegeten toen ik 18 was of zo. Heb ik sushi pas leren ontdekken en appreciëren. Jij meent dat. Dat is 3 jaar geleden. Je leeft nog maar 3 jaar bij sushi in je leven. Ja, erg hè. Daarmee moet ik al die afgelopen gemiste jaren... Al die gemiste jaren moet ik terug inhalen.
Dus jij eet sushi wel? Dus nu eet ik wel. Maar ik kan ook wel eens zo genieten van een frietje of een pizza of zo. Maar als je me echt laat kiezen, wat eten we vanavond? Als je zo echt mocht cheaten, dan weet ik gewoon dat je sushi zegt. Ja. Als ik aan die vraag van oké, cheat day today. We eten vandaag sushi. Dan eten we sushi. Dat is ook wel waar. Het kan wel zo zijn als ze heel lang geleden is, dat ik ze ook wel eens ga zeggen, ook echt zin in een frietje. Ja. Maar ik voel mij mentaal nog altijd iets beter met sushi dan met frieten. Ja, frieten is gewoon zo heel fittig. Ja. Dat is echt... Als je kent mij ook. Tegen dat ik genoeg heb gegeten... Kunnen jullie dat niet voorstellen. Ik kan niet inbeelden hoeveel dat ik kan eten. En van sushi, dat is een van de weinige dingen die wel echt vullen. Ja, dat is dus waar. Daar, ik kan echt zo sushi eten en zo van, oké, nu zit ik genoeg. Echt vol. Ja. Terwijl ik voor de rest vaak kan blijven eten. Echt waar, een kleine anekdote. Toen ik Nina leerde kennen, had ik gevraagd van, we gingen een hele serieuze wandeling maken. En we kwamen thuis en ik vroeg van, hey, komt je nog mee? We gaan iets eten. En mama had soep gemaakt. Tomatensoep met balletjes. Tomatensoep. En we zitten ons aan tafel, hè. En die eerste kom, die gaat binnen. En die tweede kom, die gaat binnen. En ik heb genoeg. Dus ik stop. Maar ik denk, ja, weet je, er was nog keiveel over. Die derde kom, die gaat ook nog binnen. Een klein pauzeke. En die vierde kom. Maar ik ben ook gewoon zo... Holy shit. Zolang dat er eten voor mij staat... Jij blijft eten. Blijf ik eten. En dat is ook echt een probleem. Nee, eigenlijk niet. Maar dat kan wel gewoon gevaarlijk zijn. Want dan heb je vaak zo achteraf zo van... Oh my god. Dat heb ik ook niet veel. Nee, dat is waar. Ook, je kunt zoveel eten en dan zo... En nu een dessertje? Ja, een dessertje. Is er nog plaats voor een dessertje? Ja, een zoete bek. Ja, je bent een zoete bekje, hè? Nou, iets zout komt niet zoet. Altijd. Ja. Ik maak graag zoete dingen, maar ik eet dat tot alles. Oh, voilà, ik eet het wel op. Voilà, dus ik mag het maar wel blijven. Ja, dat is echt gewoon de aanvulling. Dat is de yin to my... Yang. Voilà. Sorry. En dan heb ik mijn allerlaatste vraag en die sluit een beetje aan bij de podcast. Koffie of thee? Thee. Altijd? Altijd. Ik ben geen koffiedrinker, totaal niet. Het enige wat ik nu ook sinds kort heb leren drinken is chai latte. Dat, dat is niet poeder. Echt, maar nee. Dat is toch niet echt koffie in. Hè? Nee, chai latte is inderdaad eigenlijk poeder en melk. En ja, je hebt gewoon een... Echt zo de koffie... Ik kan niet tegen die koffies, maar ik zelfs vroeger als mama zo'n cappuccino of een koffie verkeerd of zo. Dan zegt ze, ah, proef nu een keer van dat schuim daarop of zo. Maar zelfs dat vind ik altijd goed, maar koffie smaakt. En vind je dat echt gewoon niet lekker of vind je dat te bitter of te... Ik weet het niet. Het is echt de smaak dat mij niet aanstaat. Allee, joh. Nee, zelfs die geur heb ik niks meer. Meen je dat? Nee. Ik kan tegenwoordig niet meer opstaan en denken van, oké, ik drink een glas water. Het ruikt nu toch veel beter? Ja, dat ruikt super fris, hè, thee. Maar ik ben half Marokkaans, dus als ik munthee drink... Mensen bekijken mij echt raar, maar ik doe daar zo ontzettend veel suiker in. Maar dat is zo, dat zijn bij ons. Is heel gesuikerd. Ik ben, dat is volgens mij ook niet gezond, hè? Maar ik ben ook gewoon niet anders gewoon. Hè. Ja, het eerste wat ik doe is, ik drink suiker met munt. Thee dan. Dat is echt volgens mij gewoon gesuikerd water. Zo'n beetje lijkt een mojito binnen. Zonder een drank. Zonder, ja, zonder een drank. Ben je een drinker? Ik drink niet veel. En als ik iets drink, ben ik ook direct... Oké, ik kan daar niet goed tegen. Ik kan echt niet goed tegen drank. Maar ja, dat is ook... Ja, je moet daar, ik geloof dat eigenlijk echt wel dat je daar... Moet leren? Ja, dat je dat moet opbouwen. Ja, tuurlijk. En ik ben sowieso iemand... Ik drink al geen wijn. Ik drink al niks met bruisen. Dus geen frisdrank. Geen frisdranken. Geen... Bruiswater. Geen bruiswater. Niks met bruisen. Ik drink geen... Ja, ik kan niet tegen die geur van wijnen en bieren en zo. Daar heb ik ook nog nooit een slok van genomen. Dat is niet geproefd. Oh, jij bent zo gezond. En dan, maar als ik iets drink, dan is het zoals iets vrij zoet. Een goede cocktail of zo. Zo iets strawberry-achtig. Ja, zo strawberry dat ik hier. Maar zo Bellini. Ja, ik kan het vragen Bellini eigenlijk, maar dat is onbruisend. Bellini heb ik al een paar keer wel gedronken. En als ik daar heel rustig van drink, gaat dat wel. Omdat dan niet heel hard bruist. Nee, dat is, ja, inderdaad, is eigenlijk zo lichtjes. Ja, dat is waar. En gewoon voor de rest alles wat zoet is. Ja. Ja, een zoete vikje. Sowieso in eten en dan ook in drink. Ja. Zot eigenlijk. Gewoon zo... Dat je nog nooit wijn hebt gedronken. Dus als je zo... Misschien zoals een klein nipje, dus maar dan zo half doen alsof dat je een nipje neemt om de mensen tevreden te stellen. Ken je het? Ja. Allee, proef. Want... En dan zo je lippen er zo een keer tegen. En dan proefde ze wel zo dat aan je lippen. Ja. Oh nee, niet goed. Nee. Nee, dat is inderdaad.
Als je dat niet lekker vindt, ja, je moet je ook niet forceren om wat te drinken. Er zijn genoeg andere dingen, hè? Plus, mensen zijn altijd heel blij als ik erbij ben, dat ze altijd een bob hebben. Ah ja, dat is eigenlijk wel waar. Je kunt altijd 4 mensen vervoeren. Ja. Eigenlijk is dat wel gemakkelijk. Mijn mama vond dat ideaal toen ik mijn rijbewijs haalde, want dan kon ik zelfs niet meer afspreken wie dat er ging rijden. Ah ja. Dan ik rijden. Ah ja, eigenlijk. Die is eigenlijk gewoon keihard van je aan het profiteren als ik het zo... Maar ja, op dat vlak wel, maar ik ben nu ook niet meer veel thuis, dus ik kan er niet meer veel van profiteren. Nee, dat is waar, want je treint voor het Dancing with the Stars. Ja. Hoe is het? Ik vind het zo leuk. Ja, vind je het leuk? Ik doe het echt heel graag. Ik had op het begin altijd wel gedacht van, oh, ik ga dat wel leuk vinden. Mm-hmm. Maar ik heb er mij echt gewoon zo compleet in gesmeten en zo compleet in verdiept. En ik ben ook sowieso iemand dat als ik ergens aan begin, dat ik dat niet half wil doen. Dat is discipline. Dus, oh man, ik vind het zo leuk. Ik ga zo in een zwart gat vallen als dat gedaan is. Want je traint toch... Ik kan me dat niet mailen, want je krijgt een week de tijd om een dans te leren. Ja. Dat is echt, als dat zo zijnde, dat is niet heel veel. Dus dan moet je toch wel echt wel wat uren kloppen per dag. Wij proberen sowieso wel een 6 uur per dag in de danszaal te staan. Maar 6 uur? 6 uur per dag. Maar het is ook gewoon, ten eerste omdat we het goed willen doen. Ten tweede... Een week om van een hele nieuwe dans, ten eerste een hele nieuwe techniek aan te leren. Want ja, tuurlijk. Al die leffen en ballen dansen zijn zo verschillend. Soms moet je echt het compleet tegenovergestelde doen. Ja, of course. En dan is dat zo weer. Je hebt dan juist zo een week gehamerd op bijvoorbeeld dat je altijd met een gestrekt been naar voren moet gaan. En dan de volgende week krijg je een andere dans. En dan is het ja, nee, nu moet je altijd met je geplooid been naar voren gaan. En dan zijn al die automatismes dat je er weer moet uitkrijgen en er nieuwe in krijgen. Ah ja, tuurlijk. Op een week, als je die uren anders niet klopt, dan zit dat er echt niet in. Nee, dat kan ik wel snappen. En nu is het nog maar 1 dans. Wat gaat het binnenkort worden? Is er 2 of 3? Ja, want naarmate de show vordert, er vallen mensen af. Dus je moet nog altijd een lange show. Ja, inderdaad. Maar die uren... We geven die gewoon 2 of 3 dansen. Maar dan moet jij 3 dansen... In een week. Maar ja, het gaat, in de finale doen we bijvoorbeeld 3 dansen, maar is het wel... 1 dans dat je alles gedaan hebt door 1 van het seizoen. Okay. Maar ja, je moet die nog altijd opnieuw herhalen. Ja, want weet jij, ja, oké, okay, je gaat een eerste dans, dat is nog altijd een speciale. Maar pakt u een tweede dans, die zit dat toch niet super vers meer in je hoofd. Nee, inderdaad. En plus die techniek is ook zo. Oké, okay, je krijgt het sneller terug dan als je hem doet. Maar ja, het is toch een lastigheid. En wat is tot nu toe je favoriet geweest? Wat heb jij eigenlijk al allemaal gedaan? Week 1 ben ik begonnen met tango, Argentijnse tango. Week 2 heb ik jive gehad. Week 3 freestyle. Op dingen. Sia. Ja. Ja. The greatest. Dat was toen het verhaal mee. Met de Olympische medaille. Ja. En dan de 4e week cha-cha met oma. Dat was mijn omaatje. En die heeft de show gestolen. Maar hè? Jong, iedereen op dancing was gek van haar. Ik kan dat geloven. Ik denk iedereen thuis ook. Maar ze heeft dat keigoed gedaan. Ik ben mega trots. Ze had keiveel stress. Maar jong, heel de week. Ze had echt keiveel stress. En ik hoop dat ik het ga kunnen. En ik hoop niet dat als ik het niet goed doe, dat ze u daarvoor punten gaan aftrekken. Kan het zo. En ik zat gewoon zo in de auto bij oma. En, zo, en ik zei tegen haar van, je moet gewoon lachen en je amuseren. En niemand die weet welke pasjes dat je eigenlijk moet doen. Dus zolang dat jij daar staat met een glimlach op je gezicht, gaat dat kei tof zijn. Maar uiteindelijk heeft het wel keigoed gedaan. En toen zei ze ook zo tegen mij, zo, dat we dan zo echt net, toen dat zo het videootje bezig was, dus net voordat we moesten, zei ze tegen mij van, ik ga dat gewoon doen en ik ga ervan genieten. Ik zo, ja oma, ja. Is het jammer. Ja. Wat een zoetje. Ja, ik denk dat het leukste gedeelte van haar dans toch wel was dat ze op Simone zijn poep mocht slaan. Echt dat wel. Was dat Simone zijn idee? Ja, dat wel. Toen was ik wel een snoeper. Ja. En dan Simone zei, oh, mocht goed doorstaan. Ik moet er zo'n klein knijpje in geven ook. Oh my god. Oh my. Ja, ik had wel even schrik dat ik slechte punten ging krijgen van Jan, dan toen de oma. Waarom? Maar ja, ze zei boven vroeg kat van, ja, met Jan wilt je mee naar huis nemen. En met wie wilde gaan? Met Jan of met Simone? Dan kies ik toch voor Simone. Ik kreeg al een 1 van Jan. Ik zeg, ja, lap, maar dat moet niet zijn. Hè? We zagen inderdaad, want ik zat toen in publiek, en we zagen inderdaad Jan zo'n broertje van 1. Ja. En uw mama, die zat zo 2 stoelen naast mij. Dat is je rug, ik pak je wel mee. Dus gaat ze alle 2 thuis gehad. Ja, voilà. Dus dat was zo in orde gekomen. Maar nee, zeg, wat ik nog wil vragen is, je danst met Simone. Ja, klopt. Dat is volgens mij wel een van de sterkere dansers. Sorry aan alle pro's die kijken of luisteren, maar ik heb toch een beetje mijn favoriet. Nee, technisch gezien vind ik Simone een supersterke danser. Je hebt dansen zoals de freestyle die iets minder close zijn, maar je hebt natuurlijk ook een tango bijvoorbeeld. Ja. Of als je ook een intieme rumba of whatever moet doen.
Jij hebt een vriend. Ik heb een vriend. Simontje. Wat vindt Simontje daarvan? Is Simon een jaloers type? Dat valt... Eigenlijk in het algemeen valt dat heel goed mee. Het zijn niet zo het jaloers type. Nee. Ik denk niet dat hij direct reden heeft om heel jaloers te zijn met mij. Dat doe ik ook. Maar op het begin toen ik zei van, oh, ze hebben mij gevraagd om mee te doen aan dancing. Toen was hij wel zo niet... Ik zei hem dat en ik was zo kei excited. Maar ik zag zo aan hem van dat hij zo dacht van... Hij zei niet direct heel excited. Want ik zo... Vind het niet leuk? Ja, ik weet het niet. Om dan ze met iemand anders te gaan zien dansen. Dus op het begin was hij wel zo wat terughoudend. Ja. Maar iedereen heeft hem dan ook gewoon overtuigd van, maar ze moet dat echt doen en ze gaat dat kei leuk vinden. En eens als ik dan begonnen ben, was hij eigenlijk direct mega supportive. En hij heeft Simone leren kennen ook. Ja, en het is ook gewoon... Dat was wel grappig nog eigenlijk. Toen dat Simone en ik onze eerste ontmoeting hadden, daarna bel ik Simon. Wie is het? Ik zei, je gaat hem niet kennen, want het is zijn eerste seizoen hier. Maar ik had hem zo wat foto's doorgestuurd. En hij zo... En, is dat uw type? Ik zo... Simontje, je weet hoe dat jij eruit ziet. Je ziet die foto. Jij bent mijn type. Lijkt die op u? Ja, nee, echt wel niet. Ik zo, ah wel, dan moet je ook geen trek hebben. Dat is uw type niet. Nee, maar... Het gaat wel heel goed en ik zie hem eigenlijk nu echt wel zo een beetje als zo een grote broer waar ik altijd bij terecht kan voor zo'n goed advies en zo. Dus het klikt ook wel. Het klikt wel, ja. Maar gewoon op. Ja, natuurlijk. Maar het gaat heel raar, want we hebben nu, ja, sinds midden oktober zijn we zo goed als alle dagen ja. samen geweest. Ja, tuurlijk. En dan zo ineens gaat dat zo na die finale gedaan zijn en vertrekt hij terug ook naar het buitenland en zo. Want hij is van... Hij is oorspronkelijk van Sicilië, Italië. Ja, Italië. Maar hij woont nu eigenlijk in Londen. Maar hij gaat nu hierna gaat hij meedoen aan een andere show, aan Burn the Floor. Ja? En daarvoor gaan ze een boot op. Dus dat gaat ook een cruiseschip zijn. Oké. Okay. Dus eigenlijk direct na de finale moet hij daar naartoe trekken. Oh, dus je hebt eigenlijk zo geen kans om nog deftig iets daarna te gaan doen om afscheid te nemen? Nee. Oh, dat zou het echt raar zijn om zo van iemand alle dagen te zien. Je zit op zo'n korte periode, heb je zo intens met elkaar samengewerkt. Ja, tuurlijk. En dan gaat dat zo ook ineens zo heel abrupt terug stoppen. Dus dat ben ik wel benieuwd hoe dat gaat zijn. Maar... We gaan elkaar sowieso nog horen, hè? Bestaat ja, zoiets horen als en, mijn zoon. Ik denk dat ik ook wel zo, stel hij is, zo, is iets dichterbij of zo, een show tuurlijk. Heeft of is in Londen is of zo, dan gaan we eens naar daar of zo. Just dat. Allee, dus niet dat je elkaar nooit meer gaat zien. Als zij mij nog wel zien daarna, zijn mij niet beus. Ja, misschien is hij kotsbeu. Maar dat denk ik niet, hè. Ik denk dat hij de samenwerking met u ook wel echt plezant vindt. En ook als je zo fotootjes stuurt of zo, dan ziet hij er nog heel gelukkig uit. Ik denk dat hij u nog niet... Ik denk dat hij eigenlijk gelukkig mag zijn, omdat hij is... Ik vind Simone een serieuze. Hij is professioneel, dat is juist zo. Hij is heel professioneel. En ik denk dat hij zijn twee polkens mag kussen, dat hij ook zo'n professionele danser heeft. Want ik denk dat hij met zo'n zotte fles als Nora, als Lotte, echt knettergek zou worden. Oh, Nora en Lotte zijn allebei zotte fles. Zijn alle twee zotte, dat is waar. Ik denk dat iedereen, dat vind ik wel dit seizoen, iedereen is heel zot en zo erbuiten. Maar volgens mij is iedereen wel zo, eens als ze beginnen repeteren, geeft iedereen zich echt wel in. En dat zag je echt al van de eerste moment met Pieter, met Joris, met Delphine, met iedereen. Iedereen wou er echt full voor gaan. Ja, iedereen wil eigenlijk die finale halen. Maakte keiveel tijd vrij om te repeteren en te doen. En dat is echt leuk. Je ziet zo niemand die zoiets heeft van, oh, het boeit mij eigenlijk niet. Nee, maar ik vind ook als je aan zo'n programma meedoet, je weet dansen, of eenmaal of je het nu kunt of niet, je moet ervoor trainen. Ja. Echt waar, je kunt nog zo'n goede danser zijn, kunnen. Maar je moet inderdaad je dans beheersen. En geloof mij, je kunt daar snel mee weg zijn of je kunt daar niet snel mee weg zijn, maar je hebt nachten nodig om dat over je te laten gaan. Maar daar doen de pro's het ook wel ook zo goed mee met ons. Die kunnen echt die choreo's dat die maken, dat die allemaal aangepast zijn op elk van ons. Maakt niet uit welke dans, welke stijl dat je doet. Op het einde van de week zorgen ze er altijd voor dat iedereen er supergoed uitkomt. Ja, inderdaad. Het een dikke dankjewel daarvoor voor hun. Want, applausje. Ja. Want het is echt niet altijd simpel. Nee, het is niet vanzelfsprekend, hè. Ik bedoel, als jij een pro-danser bent en je krijgt iemand dat eigenlijk praktisch nog nooit gedanst heeft,
maak daar maar eens iets voor, hè. Ja. Of jij bent helemaal niet zo dansend aangelegd. Zeker ook als je denkt, van ja, die eerste dans die hebben zij gemaakt voordat ze ons hadden ontmoet. Ja, tuurlijk. Dus die weten niet wat gaan ze kunnen, wat gaan ze niet kunnen. Nee, tuurlijk. Ah, ja, dat is waar, die is eigenlijk, want je wil ze direct beginnen trainen na de ontmoeting. Ja. Ah, maar ja, daar had ik ook nog niet bij nagedacht. Dan moet er toch nog veel worden aangepast tijdens trainen. Ah, je kunt toch niet iemand perfect inschatten? Met mijn tango is er eigenlijk echt geen enkele stap meer aangepast geweest. Jij moest gewoon... Simone zei het wordt zo en het is zo geworden. Ja. Maar dat is goed, hè? Een beetje uitdaging. Ja, ik heb dat wel graag. En was dat toen je favoriete dans? De mijne denk wel. Het wel. De mijne ook. Denk het wel. Maar het is ook gewoon... Wij zijn echt zo allebei van... Elke keer als ik zo... Voor de eerste keer de choreo zie die we die week gaan moeten zien, denk ik van, ik ga dat nooit kunnen. What the fuck? Denk ja. Echt, denk, moet ik dit doen? Zo echt elke keer. En dan beginnen we daarop te werken en hij heeft gewoon zoveel geduld. Hij heeft meer geduld met mij dan ik met mezelf heb. Je bent een perfectionistje, hè. Maar als dat ook zo niet van de derde keer lukt, dan word ik irritant. Dan is hij maar zo, well, don't get frustrated now. We have time. We'll be fine. We'll be fine. You're great. Ik zeg oké. Ja, hij heeft gelijk, hè. Maar het is ook, en dat is... Dat zie Simone sowieso ook, van je hebt tijd nodig om iets te beheersen. Ja. En die ziet ook nu, zeker na week 5, wat jij kunt en wat jij niet kunt. En die weet van, hier heeft ze waarschijnlijk wat meer tijd voor nodig en hier niet. Ja. Dus die schat je heel snel heel goed in. Ja, inderdaad. Maar ja, ik denk dat je ook niet anders kunt. Allee, je hebt een week samen voor één dans. Dat is echt... Bezig even. Dat is knokken. Maar ja, voor de mensen die dat eigenlijk niet weten... Jij bent eigenlijk een zus voor mij. Een beetje, hè? Een beetje, eigenlijk letterlijk, want... Sinds nu dat ik de huissleutel heb, zeker. We hebben die dus een huissleutel gegeven. Maar we hebben dat niet zomaar gedaan, want eigenlijk we hebben we dat nog nooit aan iemand gegeven, de huissleutel. Ah, dus zo niet aan een van de buren of zo, van als we onszelf buiten sluiten. Nee, wij doen dat eigenlijk niet. Wat was er gebeurd? We gaan naar de eerste show... Allee, ik was naar de eerste show gaan kijken. En die werd toen nog... De eerste show was opgenomen. Ja. En... Wij mochten niet blijven, omwille van corona, dus wij konden daarna niks drinken. Dus ik denk, ik ga naar huis, dus ik zeg tegen Nina van, ik ga al naar huis, maar stuur mij gewoon, als je er bent, dan kom ik open doen. Wat was er gebeurd? Ik kom thuis. Wij mogen voor alle duidelijkheid wel, dus nog daar zijn we bij onze eigen loges, zeg maar. En ergens maar jij moest ook nog interviews doen, terug naar de stylisten en zo. Want ik had toen 10 meter lang haar, die show. Ja, dat is waar. Dus ja... Ik ging dan al naar huis, hè. Ik kom thuis om 11:30, allemaal goed en wel. En ik kijk zo nog heel even een serietje. Maar ik denk, ja, die ga je binnen een half uurtje wel zijn, een uurtje wel zijn. Maar ik val in slaap. Ja. En ik stuur haar, toen ik nog op dancing was, ik stuur haar. Hey Kay, hoe raak ik nog wakker? Vraagteken. Geen antwoord. Geen half uur later, moet ik eigenlijk vertrekken. Van, ja, hoe ga ik binnen geraken? Vraagteken. Geen antwoord. Ja, ik had het nummer van uw mama toen ook niet. Dus ik zo, fuck, ik ga hier subiet voor die deur staan en niet binnen kunnen. Ga je in uw auto moeten slapen, dacht je toen ook. Maar chance, want ons mama, die stond al een plakker soms. En die was beneden nog ook iets aan het kijken op tv. En die lag echt net in haar bed. En die had zelfs aangemeld en zo. Ik heb dat allemaal niet gehoord. Nee, maar dat is niks nieuws, hè. Ik sta 's ochtends op. Om te vertrekken naar mijn repetitie. Mijn wekker gaat af. Ik kleed mij aan. Ik kom nog eens terug die kamer binnen. Die heeft nog geen oog open gedaan. Ik ben echt een eeuwige slaper. Als ik ook bij mijn vriendje ga slapen. Die staat op, want die moet gaan werken. Hè. Die begint met werken. Die staat op rond 9:30 of zo. En tegen 11:30 stuur ik I'm awake. En dan komt hij naar boven en dan... Ah, mevrouw is wakker. Dat is echt the story of my life. Niet maar ik ga ook niet kei laat slapen, hè. Nee. Allee, meestal ga ik gewoon met u mee naar boven of zo, maar... Ja, slapen is echt... Ik vind dat zo belangrijk. Zelfs, ik vind dat is echt heilig voor mij. En gewoon liggen en aan niks moeten denken en gewoon dutten. That's life. Dat is gewoon mijn leven. Maar nee, zeg, we zijn nu... Ja, het gaat iets later uitkomen, maar we zijn nu eigenlijk januari voorbij. De feestdagen zijn geweest. Mm-hmm. Wat heb je gedaan? Oh, wel, want het was geen dancing. Nee, en bij kerst hebben Simone en ik onze eerste reis samen kunnen maken. Eerste reis? Eerste en reis. En jullie zijn hoe lang samen? 2,5 jaar. Eerste reis in 2,5 jaar? In 2,5 jaar. We hebben nog nooit een moment gehad dat onze twee schema's uitkwamen dat wij langer dan 2 of 3 dagen
Samen. Maar wacht, want Sime is een Sime voetballer. Die speelt, ja, dat is een profvoetballer. Ja. Hij speelt nu in de Eredivisie in Nederland. Dus die woont daar? De hoogste klasse in Nederland, hij woont daar nu ook. Ik probeer ook wel af en toe naar daar te gaan. En ja, onze vakanties, toen ik nog, ja, toen ik turnde heel veel en hij met de voetbal, dat kwam nooit goed uit. Dat was altijd een ramp. Dus als wij een weekendje samen konden doen, dan was het al veel. Ja, tuurlijk. Dus nu hebben we eindelijk, omdat ik nu even een rustiger jaartje heb genomen met turnen, hebben we eindelijk onze vakantie samen. En dan waar zijn jullie geweest? We zijn naar Curaçao geweest. Not shy. Nee, de zon. Ik zei zo, ik wil een vakantie met jullie met nieuwjaar. Met kerst eigenlijk. Maar ik wil naar de zon. En ik wil dan ook zo niet zo 20 graden. Ik wil dan echt wel, ik ben iemand die heel snel kou heeft. Dus als we dan naar de zon gaan, moet het ook wel echt 30 graden zijn. Dan moet het echt gewoon. Want je hebt wel een beetje een kleurtje, hè? Allee, ik vond het toch toen ik je terug zag. Maar ik ben ook wel iemand, ik ben heel voorzichtig met zo verbranden en zo. Ja, jij smeert je goed in. Ik smeer me echt een factor 50 in de hele tijd. Oh, daar kan ik nog wat van leren. Ja. Ik ben echt... Maar dat komt ook door geschiedenis in de familie en zo. We hebben ook wel mensen die zo wat last hebben van zo... Gevoelige huid. Plekjes, huid, kanker, kleine dingetjes. Ja, dus tuurlijk. Ik ben iemand die... Better safe than sorry. Ja, met de paplepel in heeft gebracht van smeer je goed in. Maar dat is slim, hè? Neem het zeker voor het onzekere. Ja. Sowieso. En was het leuk? Dat is keileuk. We hebben er echt was het een all-in? Ja, het was een all-in, maar we zijn ook wel een paar keer buiten het hotel gaan eten en zo, om dan na een tijd het buffet ook wel een beetje te doen. Ja, zijn de beu, hè? Dus, maar we hebben er enorm van genoten. We zijn ook een keer naar een andere beachclub geweest. We zijn een keer gaan jetskiën, we zijn gaan duiken. Mocht je eigenlijk, hoe ver mocht je nu eigenlijk duiken als je geen brevet hebt? 8 meter of zo. Oh, dat is niet super. Nee, dat is niet zo diep, maar dat is wel handig dat je niet... Je ziet toch altijd veel meer dan als je snorkelen bent. Sowieso. Ik had al een keer of 5, 6 gedaan, maar ik heb nog nooit de tijd gehad om mijn paddy te halen. En voor Simon was het ook de eerste keer. Vind je dat leuk? Hij vond het wel leuk, maar hij had heel zo... Ah ja, veel zitten ademen. Dus gestrest, hè? Zijn meterke was ietsje lager dan dat van mij en van de instructeurs. Oh, dat is eigenlijk echt leuk. En allee, als je in Curaçao bent, is dat daar echt zo helderblauw water, schoon viskes? Of is dat ook maar zo'n beetje... Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk, de zee is daar heel erg mooi om te zien. Je ziet ook gewoon... Je staat in het water en je ziet zo de kleine visjes aan je voeten zwemmen. Ja, ik ben echt geen fan van in... Wat er onder het zee is! Simon moet ook... Die springt ook niet graag in de zee als hij niet ziet wat er onder hem is. Nee, echt niet. Daar niet zo snorkelen, duiken, allemaal geen probleem. Maar je moet hem niet zo op een boot zetten en gewoon zo random, zonder zwembril of zo, in het water laten springen. Want dat doet hij ook niet. Nee, ik heb dat wel gedaan, maar... ik was bijvoorbeeld op vakantie met mijn papa in Turkije en wij doen zo, mijn papa wil gaan vissen en ik wil dolfijn zien. Vraag me niet waarom. En wij gaan en op een gegeven moment, die passeren zo een toeristische trekpleister en dat was een soort van bevolking dat tussen de rotsen woonde. En die sprongen van de rotsen en ik was zo van, oh cool, ik wil dat eigenlijk ook wel doen. Bon, ik had daar niet gedaan, want die vissers, die mensen hadden, hoe heet dat eigenlijk, aan de visser, hè? Ja, een visser, maar die zei, je mocht hier niet in het water springen, want het is de piranha's. En ik was zo, haha, grappig, want ik zag die kindjes daarin springen. Maar dat was dus wel echt waar. En dan vraag ik me af, waarom springen die kinderen daarin? En ze zien, als je zoiets tegen mij zegt, is het afgelopen. Ja, is het echt afgelopen. Dan, ik heb daarvoor, dat uur daarvoor heb ik in ander water gesprongen in de zee. Maar sindsdien ben die boot niet meer af geweest. Als je tegen mij zegt, hier zitten piranha's, waarom zitten die in dit deel van de zee en dat daar? Ja. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat zit overal. Er zit geen muur in het water. Dat is raar. Ik durf dat niet. Dus eigenlijk echt chapeau dat je dat hebt gedaan. Oké, en qua corona, was dat heel anders in Curaçao, die maatregelen? Of was dat losser? Curaçao is een beetje een deeltje van Nederland. Dat is zo'n Nederlandse Antillen. Dus daar spreken ze ook gewoon Nederlands. Je hebt daar Nederlands gesproken? Ja, ik kan daar gewoon Nederlands praten. Dus maar zo, is dat mijn accentje? Ja, ik weet niet of ik zo... Ken de FC Kip, zo Judesca? Ja. Zo, dat, zo... Wacht, ik ga dat komen doen voor jou. zo dat Nederlands. Wat heb je me genomen? Ja, zo dat. En ja, het jammer was nu wel, normaal gezien stonden er wel zo wat beachconcertjes en zo gepland en zo. En die waren wel allemaal afgelast. Dus we moeten zo geen evenementen en zo plaatsvinden. Dus dat is wel hier. Ja, maar voor de rest was wel alles open.
En dan komen we wel nog wat genieten. Hè. Ja, in principe hebben we daar weinig last van. Alleen om jullie eerste vakantietje. En dan teruggekomen en dan terug beginnen trainen. Ja, direct. Maar er is wel een week geen dancing geweest. Klopt. Want Nora en Lotte hadden corona. Ja. Maar het is toch zo dat die dan een week worden opgeschoven? Of? Oorspronkelijk was de regeling geweest dat Lotte en Nora gewoon die ene show zouden missen en door zouden mogen gaan naar volgende week. Want je hebt zo zeg maar voor één show mocht je missen, buiten de halve finale. Ja. Die mocht je niet missen. Maar voor de rest mocht je één show missen als je door een klein blessure kunnen of ja, nu met corona als je in quarantaine zat. Maar uiteindelijk, naarmate, wij testen ons elke dag, dus wij worden elke dag getest. We worden niet door dancing uit elke dag getest, dat is 2-3 keer in de week. Maar sowieso zelf, om ons veilig te voelen, doen we elke dag een zelftest voordat we beginnen met onze repetitie. En dan doorheen de week hadden er dan nog een paar mensen binnen de productie binnen en alles. Zo, ja. Hadden er nog positief beginnen testen, dus toen hebben ze eigenlijk gewoon de beslissing genomen, kijk, deze week doen we het gewoon niet. En toen is ook letterlijk iedereen die week niet meer mogen komen repeteren. Gewoon omdat voor verdere besmettingen. Ja, dus toen dan de zondag nadat dan normaal, nadat dan de afgelaste show was op zaterdag, die zondag mochten zo sommigen dan terug beginnen, maar ze een beetje door de corona-adviseur met iedereen elk geval een beetje apart bekeken van oké, wie mag wanneer terug herbeginnen, ja, tuurlijk. Dat veilig is en volgens de regels. Ja, eigenlijk vind ik dat ook wel een logisch gegeven. Ja. Ik vind dat eigenlijk maar in principe denk ik ook wel dat het leuker was dat er gewoon een week geen show was dan dat je misschien een show had moeten doen met maar de helft van de koppels. Ah ja, want stel je doet die show met twee koppels minder, want Lotte en Nora zaten in quarantaine en die komen terug. Ja. Maar die zijn ook besmettelijk en jij ziet die toevallig en je geeft die een kus. En voor hetzelfde geld heb jij dan die week daarop geen show. Dus ze hebben wel echt heel goed gekeken dat alles tuurlijk. Veilig verliep. Heb je al eens corona gehad? Ik heb, waarschijnlijk, ik weet niet, mensen zullen dat wel gelezen hebben. Just met Simon toen. Met Simon heb ik samen met hem in quarantaine gezeten. In december van 2020. En ben je ziek geweest toen? Ik heb één dag zo een beetje koorts gehad. Mm-hmm. En dan nog zo 2-3 dagen wat hoofdpijn. Maar voor de rest was jij bent daar, dat is zo wat griepachtig. Ja. Ik heb me dat ook altijd laten vertellen. Niet. Dat gewoon een griepje is. Ja, voor de rest had ik Simon dat wel. Dat vond hij echt irritant. Dat zo geur en smaakverlies. Die neemt ook nogal redelijk graag. Ja, wel. Maar hij zegt iets van, oh, wat is het punt dat ik lekker kook? Wat is het punt dat ik eet? Want ik proef het toch niet. Dat is puur textuur. En ik geloofde dat nooit. En ik heb het ook gehad. Ik heb het gehad de eerste week van januari. Ik ben zo ziek geweest. En ik dacht, maar jij waart er niet, want jij waart toen... Ik had mijn voel thuis, hè? Ja, je waart dan niet terug van ik was uiteindelijk naar Antwerpen gegaan, omdat ik wist van... Ah ja, juist. Jij mocht toch niet trainen? Nee. Ah ja, wel nee, want dan was die week... Ah wel, toen, echt een week. En ik was zo ziek, ik had koorts, ik had overal spierpijn, ineens mijn geur en smaakweek. Mama heeft daar keihard van geprofiteerd, ze heeft echt een hele week eten gemaakt dat ik niet lekker. Ik zeg, chance dat je er niet waard, want we hebben, spaghetti is dat van nog, maar ik eet dat niet graag, je weet dat. Spruitjes zijn de revue gepasseerd. Allee, niet dat ik dat niet zo graag die dacht, eet, maar... Die dacht nu zo bij alles, oké, ga proberen toch niet zeggen wat gewoon... ik lekker vind. Ja, die dacht echt gewoon van, weet je, fuck it, want ik vind dat lekker, ik weet dat jaren dat niet keihard eet, maar die proeft dat toch niet. Ze heeft er echt van geprofiteerd. Ja, nee, het enige wat Simon wel nog zo is, hij kon wel nog zo het verschil smaken tussen zoet of zout. Dat had hij nog wel. Dat had hij wel. Dus hij proefde wel of dat hij een snoep in zijn mond stak of dat hij een stuk pizza in zijn mond stak. Maar hij wist, tussen het zout en het zoet, daar binnen kon hij geen onderscheid maken. Dat was één pot nat. Och, garme. Oh, ik blij dat ik dat niet had. Nee, ja, jij al zeker. Jij bent ook al zo'n grote neter. Maar je hebt mensen die daar nu nog altijd die niet terugkrijgen, hè? Die daar echt nog, die daar nog keilang mee sukkelen. Ja, dat is echt toch niet een raar beestje. Wat denk jij? Hoe lang gaan we nog mee zitten? Ruggenschat. Ik weet het niet. Ik denk dat... Ik hoop dat ze tegen dat de lente begint, zoiets gaan hebben van... Oké, weet je, een beetje like in Groot-Brittannië nu van... Die hebben alles afgeschaft, gewoon, wel, ja, alles afgeschaft. Denk je dat we gaan volgen? Ik hoop. Ik ben beu. Op een bepaald moment heb ik ook gewoon zoiets van, oké, kijk, iedereen gaat het toch krijgen. Het is gelijk een griepje. Ik bedoel, je hebt ook mensen die echt... Vroeger als je de griep had,
bleef, moest je ook niet in quarantaine hebben. Dan ging je ook gewoon, oké, als je echt heel slecht voelde, bleef je thuis. Ja. Had je zoiets van, nee, oké, ik voel mij oké, dan ging je werken. En ja, sowieso. Dan zei niemand daar iets van. Nee, dat is waar. Tegen nu beginnen mensen nu raar aan te kijken als je durft ergens te staan en durft te hoesten. Of te niezen. Ja. Ja, dat is waar. Als je zo op perron staat, ik heb meegemaakt, ik stond op perron en ik verslikte mij. Ja, je durft niet, hè? Holy, ik was echt... Ik was echt aan het sterven in mezelf. Ik had dat gehad toen ik in de lift stond in het Olympisch dorp in Tokio. Had ik me echt zot hard verslikt, maar we stonden daar echt wel met een man of vijf in die lift. En ik zat... En dan stopte die nog eens bijna op elk ding en ik kon niet hoesten. Toen iedereen die lift uit was, ik zo, what the fuck? Daar kijken ze u nog viezer aan ze dan. Dat kan ik geloven, want ja, als daar een corona uitbraak was. Ja, dan had het een probleem. Maar bon, we gaan het niet hebben over te leren. Nee, dat is want mijn podcast gaat over alles behalve waarom dat je bekend bent geworden. Wij hebben elkaar leren kennen. Mm-hmm. Weet je nog hoe? Ga jij het vertellen? Ik zal het vertellen. Oké. Okay. Ik zal het aan jullie vertellen. Simon en ik waren dus op een rustige... Ik weet niet, zaterdag of zondag. Wacht, side note. Jij woonde over mij, hè? Ja, we woonden, toen Simon bij Mechelen speelde, woonden wij tegenover Kiara. En we waren dus gaan wandelen en we zagen zo een meisje met haar oortjes in. Ze was zo in een sportoutfitje, zo precies of ze ging gaan lopen. Maar eigenlijk was ze gewoon de hele tijd aan het wandelen en aan het bellen. En uiteindelijk was ze dan... En we waren al zo aan het zeggen tegen elkaar van, allee, dat noemen ze dan gaan lopen tegenwoordig. En toen was we uiteindelijk toch beginnen lopen en we hebben gewoon zo'n wandelingetje gemaakt en dat we terugkeerden, liep ze ons ook terug voorbij. Toen was je wel aan het lopen en dan daarna... Ik ben, on the side, ik ben 5 kilometer gaan joggen, hè. Ah. En dus, naar de straat terug ingingen, werd je nog zo aan het wachten voor je huis, werd je zo aan het dansen voor je huis. Aan het viben, hè. Aan het viben op je muziek. En wij waren zo naar elkaar aan het kijken, wat alles is die daar nu doen. En toen ineens ziet hij haar oortjes uit. Dag Simon, dag Nina. Ik zo. Ik keek Simon zo naar mijn rechterkant. En ik dacht, Simon, kent jij die? Ja, dat is mijn minaris. Ja, dat is voor. Zei, kent jij die? Nee, ik dacht dat jij die wist. Begon die ineens gewoon los te praten. En eigenlijk hebben we toen een heel leuk gesprek gehad. We hebben echt nog, lang gebabbeld, echt nog een uur of een uur en een half gestaan. En ja, ze zien onafscheidelijk. Ja, dat is eigenlijk wel echt waar. Eigenlijk wel, hè? Ja, eigenlijk zijn wij op hele korte tijd keigoeie vrienden. Maar ja, Sime moest gaan trainen. Ja. Op andere momenten dat jij moest trainen voor turnen. Dus jij was eigenlijk veel... We waren relatief veel, hè, bij ons. In het weekend was ik altijd bij Sime in Bonaire. En ja, Sime moest zaterdag gaan. Of die had zaterdag match. Yeah. Of die had training zondagtraining of zaterdagtraining zondagmatch. Dus ik zat wel nog regelmatig alleen en wij hadden zo ons. We waren quarantaine wandelen. Ja, je mocht zo. Je had zo één persoon dat je dan mocht zien. En dat was dan eigenlijk zo. Mijn daddy. Ik wil gaan wandelen. Echt, ik heb nog nooit zoveel in mijn leven gewandeld, denk ik toen. Nee. Heel bonnijdig gezien. We hebben elkaar echt ziek goed leren kennen. Ja. Dat klikte echt zo goed. En dan, ik was ervan overtuigd dat Simon mocht blijven bij Mechelen. Maar dan kwam toch het nieuws van, ja, ik ga naar Zwolle. Dus dan wist ik ook van... Moest hij toch weg bij Mechelen. En dan dat appartement. Een appartement, dat was wel een pijnlijke. Ik weet dat nog, want wij hebben dan iets eerder afscheid genomen dat je naar Tokio moest. En, dat vond ik al erg. En dan kwam Simon zo de laatste dingen halen. Mm. En hij had tegen zijn ouders gezegd van ja, het enige wat ik echt nog moet doen is dat gaan zeggen tegen Kathleen en Kiara. Yeah. En hij kwam aan en met zijn ouders en nog wat staan babbelen en we nemen afscheid. En die deur gaat toe. Want ik zat midden in mijn examens, hè, en ik ga naar boven. En ik zit voor mijn pc en dat drong echt door van jij was vertrokken naar Tokio, Simon wordt ook naar Zwolle. En ik echt zo gewoon aan het huilen. Ik dacht, oh mijn god, nee. Want jullie waren zo eindelijk mensen van mijn leeftijd in Boerendorp Bonaire, want geloof mij, daar gewoon niet heel veel jeugd. Dat was echt zo, ik heb hier eindelijk vrienden gemaakt. En dan had ik niet dat moeilijk is, maar... Dat was, uiteindelijk was dat ook wel dat echt een beetje een fout, kun je dat zeggen, die Simon en ik hebben gemaakt toen we naar Mechelen zijn gegaan. Dat Simon zich ook wel goed voelde bij de club en zo. En wij voelden ons iets
te al gesetteld op een bepaalde manier. Mm-hmm. En dat hebben we nu wel geleerd om daar zo, ja, zeker ja, een carrière van een voetballer, dat kan echt heel snel naar overal gaan, om ons zo niet te hard te settelen. Want ja, het appartement in Bonaire was ook zo ons eerste plekje samen, dus dat was ook zo... Je wilt daar iets van maken, ja, toch? Ja, dat was heel veel waarde dat wij daaraan hechten. Ik weet nog dat jullie mochten niks ophangen. Nee, dus ze hadden ze overal aan, op in hun appartement zo kaders gevuld met foto's van hun en van familie. Ja. Tegen de grond, of zo op een tafeltje. Tegen een tafeltje, zo tegen de muur. Ja, mochten we niks ophangen, dat was wel spijtig. Ja, dat was, ja, je mocht, maar ja, dat heb je mijn huurhuis meestal. Ja. Nu mochten we dat wel. Nu is wonen we, ja. We hebben letterlijk ook een... Dus ik hang daar al tegen de muur? Zo even een groot canvasdoek? Toen voor onze lamp dat we hadden gekocht, moest er een extra gat bij geboord worden in het plafond. En we gingen zo naar onze eigenaars, want die woonden eigenlijk gewoon schuin tegenover ons in een ander gebouw. En we vroegen ze van, we hebben een lamp gekocht, maar we hadden dan te laat gezien dat we daar eigenlijk 2 gaten voor nodig hadden. Dus zouden we daarvoor een gat moeten boren? Oh ja, doe maar. Ja. En als je dan weggaat, dan stik je er wat tandpasta in. Letterlijk. Wauw, Hollanders. Yeah. On another level. Menes? Ja. Dus die maakt daar totaal geen problemen? Ja, nee, oké, voor een lamp. En we zelf hebben nu een dartsbord hangen die ook, moest er gaatjes in komen, stik er wat tandpasta in. Blijkbaar helpt dat ook gewoon echt. Tandpasta, maar als je dat... Stel, we boren hier een gat. Ik ga het nu niet doen, want ik ben hier totaal niet thuis. En je doet daar tandpasta in, verkleurt dat niet? Ik weet het niet, dat is gewoon... Gaan we dat eens testen bij mij thuis? We gaan dat vanavond testen. We gaan een gat maken. Maar je moet wel witte tandpasta hebben en niet zo blauwe, hè. Maar weet je, ik heb gezien, en dat is trouwens een weetje, als je tandpasta koopt en je ziet daar zo een blauwe en rode lijn in, weet je hoe hard dat je dat ook mocht duwen en mingelen? Dat blijft daar. Dat blijft in de lijn eruit komen. Hoe cool is dat? Hoe komt dat? Hoe komt dat niet met dat blauwe? We gaan dat beredeneren. Dan gaan we stilletjes aan afronden. Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Ik ben heel vereerd dat ik jouw eerste gast ben. Weet je waarom je mijn eerste gast bent? Dat ga ik nog op vertellen. Het zit eigenlijk zo dat Matthias, dat is mijn vriend, die had gezegd van, toen we elkaar leerden kennen, waarom maak jij geen podcast? En ik was zo, podcast? Nee hoor, want mijn grote droom is om radiopresentatrice te worden. Goed begin. Ja, maar ik dacht een podcast. Maar ja, je kent mij, als je mijn eeuw hoort me beschrijven, is veel babbelen. Hè? Ja. Dus ik dacht van, ja, nee. Dat dus ik had daar niet meer veel babbelen. Sorry, een bedweter. Nee. Dus ik was zo van, nee, ik ga dat niet doen. En dan kwam ik op dancing en dan met Nora beginnen babbelen. En Nora zei dat ook. Dus zoveel maanden later zei ik, doe een podcast. En ik was zo van, ja. En beginnen nadenken. En dan zei ze van, ja, zoek een goed onderwerp. En dan raakt dat wel gestart. En ik was dan tegen, ja, maar een goed onderwerp. Er bestaan zoveel podcasts over wat moet ik het zelfs nog allemaal gaan hebben. Mm-hmm. En dan was jij mijn inspiratie, omdat ik heb de eerste keer toen ik je zag toen, met het loopverhaaltje, toen was dat zo, zo niet normaal. Hè. Heel eerlijk, dat is hoe dat veel mensen natuurlijk ook de eerste keer naar wie zouden kijken. Maar dan, we zijn aan elkaar beginnen blijven zien en veel beginnen doen en dan, ik leer je kennen, dat jij... Op een heel andere manier dan... Jij studeert ook nog, daar hebben we het zelfs niet over gehad, maar jij studeert eigenlijk nog. Jij bent eigenlijk knettergek. Jij eet zoveel, terwijl je eigenlijk helemaal... Dat zijn zo allemaal van die dingen waarvan ik zoiets had van... Mensen weten dat eigenlijk niet. En mensen denken volgens mij dat jij op een dag in de ochtend een appel eet, in de middag een peren, in de avond een ananas en daar blijft het bij, maar... Ik heb ook zoveel mensen die dan uiteindelijk als ze mij echt ontmoeten, die denken... Ik dacht dat je een veel serieuzer persoon ging zijn. Maar ja, maar je bent echt zo loco in de coco. Maar ja, weet je, als je niet een vlot en zo spontaan en als jij dat niet waard, waren wij waarschijnlijk ook gewoon geen vrienden. Want nee, natuurlijk niet. Want... Ik denk dat ik ook niet vibe met introverte mensen. Nee. Dus, maar nu is dat ook gewoon handig, want ik neem jou gewoon overal mee naartoe en ik weet... Die houdt daar wel bezig. Vorige keer, kleine anekdote. Ik was bij de Koek en Verhulst-show. Nee, niet vertellen. Jawel, ik kan dat wel vertellen. Ik was bij de Koek en Verhulst-show. En Chiara even in mijn loge gelaten, want ik moest naar haar en make-up. En James komt zo langs, komt hallo zeggen, gaat naar beneden. Komt ze terug naar boven en zegt, dat meisje dat daar beneden zit, is dat een vriendin of een zus van een van jullie? Ik dacht zo, langbruinaar? Ja? Ja, dat is van O'Neill. Het eerste wat ik zei is, O'Neill, wat heeft ze nu weer gedaan?
Omdat ik gewoon denk, weet... Altijd dat ik iets uitsteek. Nee, maar dat is daar niet van. Maar ik weet gewoon... Uiteindelijk zat je daar gewoon met iedereen te praten. En James was gewoon bang dat je een van de gasten vergeet. Omdat die zo, dat je zo open en zo direct bent bij iedereen. En ik weet gewoon, ik kan je overal mee naartoe brengen. En jij houdt je wel bezig. Ik moet geen schrik hebben dat jij zo op je eentje in de loge gaat zitten wachten. Nee, sowieso niet. Ze was daar al, ze kende daar al iedereen voordat ik daar iedereen kende. Ja, ik had daar bijna een reis gepikst. Ja, maar... Want dat was zo'n met de baas van Corindon. Ja. Ik kon ook bijna naar Curaçao. Dus ik wou. Dat is niet waar, maar... Nee, dat is waar. Dat is ook gewoon de reden waarom dat ik dan mijn concept heb kunnen uitwerken. Is gewoon van mensen als u en als Gerrit over één kam, à la BV's, die worden soms zo negatief afgeschilderd. Een mooi voorbeeld van Dancing is Lotte een paar weken geleden met dat body shaming. En dan heb ik zoiets van: dat is helemaal niet zo. Want ik ken Lotte, ik heb die misschien 4 keer gezien, ik heb die misschien 3 keer daarvan een gesprek mee gehad. Maar die is helemaal niet zo. En dan denk ik van, dat is zo jammer dat zoveel mensen die die niet kennen, wat heel logisch is eigenlijk, dat die een beeld hebben. Van tv-persoonlijke de mensen die op tv komen, iedereen heeft daar direct een mening over. Voilà. En vaak zonder dat je die persoon echt kent. En dat is gewoon het jammere. En ik snap dat, van oké, dat is iemand die je ziet op tv en je kent de persoon dat dat is op tv. En Dat kan ook gewoon zo anders overkomen als je gewoon eens een echt authentiek gesprek met iemand hebt. Ja, inderdaad. In plaats van hetgeen wat je gewoon op tv ziet. Want wat had ik je gezegd over James? Weet je nog, na de Cook and Roll Show, ik zei... Sorry James, ik zei van... Ah wel, die mens spreekt mij eigenlijk echt niet aan. En dan 2 keer gezien op Dancing en mijn gedachte daarvan was helemaal veranderd. En zo zie je maar dat dat eigenlijk heel menselijk is dat mensen zo'n mening hebben. Je hebt toch maar, gewoon al een idee in je hoofd van hoe dat die persoon is voordat je die persoon... Omdat je die gewoon zo afgebeeld ziet. En ik wou net met mijn concept van de podcast laten zien van... Mensen zijn niet altijd hoe ze worden afgebeeld. Mm-hmm. En jij was mijn inspiratie daarvoor. Ik hoop dat het hiermee dan gelukt is. We zullen zien. Ja. Ik ben benieuwd naar eigenlijk alle reacties. Want het is zo de allereerste keer. De stress is er wel wat af. Voilà. Ik ben eigenlijk... Maar ja, ik heb ook wel een chance. Ja, je bent een van mijn beste vriendinnen. Ja. Ah, wel, dus dat is rustig erin komen. Ja, eigenlijk zo mijn testertje. Een testertje. Maar ik ben echt blij dat je dat hebt willen doen. Ik ben kei blij dat ik hier mocht zijn. Oké, dan gaan we afsluiten bij deze. Dankjewel, Ninetje. laat mij weten wat je ervan vindt. Ik kan alle commentaren en reacties heel goed gebruiken, want ik ben eigenlijk heel benieuwd wat mensen ervan vinden. Zeker een duimpje als je het leuk vond. Like en subscribe, at kappenklits. Nee, laat maar iets weten, want ik ben heel excited. Ja, wij gaan nog een theetje drinken. We gaan nog een theetje drinken. En een beetje nababbelen. Oké, super, merci, tot de volgende keer.